Ik bevind me in een van de diepste bossen van België. Voor de komende 24 uur moet ik hier overleven. Ik heb alleen deze rugzak bij me met een aantal spullen die mij wat makkelijker zouden moeten maken. Ik ben hier wederom niet alleen, want ook deze keer ga ik het niet alleen vol kunnen houden. Dus ben ik hier samen met mijn vrienden. Doei! Ja! Boe! Alright, om hier 24 uur te kunnen overleven moet ik een aantal taken completen. Dus we moeten nu eerst een plek gaan zoeken om een hut te gaan bouwen. Dus we gaan nu eerst verkennen. Dat klopt, want als het ons niet lukt om een hut te bouwen, slapen we vannacht letterlijk in de regen. Ik heb al meteen een tak gevonden. Deze gaan we meenemen. Ja, die kunnen we mooi gebruiken inderdaad. En gedurende deze video moet ik nog een aantal andere taken zien te voltooien. Zo moet ik bijvoorbeeld eten vinden en een vuur zien te maken. Wat trouwens echt heel lastig is. En aangezien we ook een kampvuur moeten gaan maken vanavond om ons lekker warm te houden. En eventueel wat te kunnen eten, et cetera. Moeten we daar dus ook hout voor gaan sprokkelen. Ik heb hier nu al een aantal goede takken gevonden waarmee ik straks die hut kan gaan bouwen. En jullie vragen je vast al waarom ik dit domme avontuur ben aangegaan zonder enige ervaring. Ik merk namelijk dat ik het afgelopen jaar vastzit in een standaard routine. Opstaan, werken, eten en slapen. En dus blijf ik vastzitten in mijn comfortzone. En om eruit te komen besloot ik om samen met mijn twee vrienden terug te gaan in de tijd en zonder enige moderne hulpmiddelen te overleven. Oh, we gaan ook echt stijl naar beneden. Ik moet er oppassen, anders ga ik gewoon weg. Oh. Kijk even waar ik loop. Dit is echt allemaal steen. Ik ben ook echt dood op nu al. Oh, ik ben zo fucking moe nu al. Ja, dat is echt insane. We klimmen hier gewoon echt stijl omhoog bijna. En als we straks helemaal slaapplek hebben gevonden, dan moeten we ook gewoon nog hout gaan sprokkelen, want we hebben ook gewoon een kampvuur nodig. Er is hier gewoon een soort open veld of zo. Misschien dat we eventueel wel bij die boom ergens kunnen gaan slapen. Maar we kunnen nog eventjes verder lopen, want misschien zit er nog wat achter die heuvels daar. We zijn nu echt al vet lang aan het lopen. Hè? We zijn nu op een open plek aangekomen, waar misschien wel een goede slaapplek voor ons kan zijn. Holy shit. Holy shit, jongens. Hey, maar hoe gaaf is het als wij daar beneden zitten? Ja, hoe gaan we überhaupt naar beneden komen? Dit is echt fucking vet, ouwe. Oh mijn god. Deze plek is echt zo ziek. Wat als we daar beneden gaan zitten met onze kampeerplek? Maar dat betekent wel dat we elke keer onze takken naar beneden moeten gaan dragen. Ja, dat klopt. Maar ik denk wel dat het waard is, want we zitten sowieso uit de wind, alles. We gaan hier dus nu naar beneden om te verkennen en hopelijk kunnen we gewoon een goede slaapplek vinden voor vannacht. Maar als we hem niet vinden, dan regelen we gewoon letterlijk nat. We moeten dus nu naar beneden gaan klimmen. Als ik hier val, dan val ik gewoon helemaal naar beneden. Yep, deze klif is maar liefst 20 meter diep. Dus als ik hier naar beneden val, val ik letterlijk naar mijn dood. Ik kan hier dus niet naar beneden klimmen met al deze takken vast. Dus ik moet hier gewoon mijn takken naar beneden gooien en dan gewoon hopen dat het goed gaat. Nou, ik ben dus nu eindelijk beneden. Daniel, wat heb je gevonden? Dit is echt fucking ziek. We zitten nu midden in die steen. Holy shit, dat is echt fucking lijf. Maar ja, we kunnen hier geen slaapplek vinden, dus we moeten even de andere kant. We kunnen niet hier gaan slapen. Nadat we ondertussen al urenlang hebben gelopen, hadden we nog steeds geen slaapplek kunnen vinden. Dus bleven we verder zoeken. Ja, welke kant gaan we op? We moeten een open plek vinden. Anders ga jij links, ga ik rechtdoor. Oké, dan ga ik links. Oh, zo. Ga ik er bijna. Oh, er zit hier gewoon een grot. Misschien dat we hier gewoon in kunnen slapen, dan liggen we sowieso droog. Ja, ik leg mijn tas hier wel even neer, want dit is waarschijnlijk veel te nauw om doorheen te lopen met die tas. We zijn hier dus in een grot, maar hij is best wel nauw, dus ik weet niet of het slim is om hier te gaan slapen. Maar we kunnen hem sowieso even onthouden voor later. We kunnen hier sowieso gaan schuilen als het wel keihard gaat regenen. Dat is altijd handig. Ja, want we willen gewoon niet nat worden. Hier zouden we dus wel iets van kunnen maken, maar het wordt wel heel lastig. Dus dan moeten we gewoon allemaal bladeren gaan verzamelen, opgooien, dat soort dingen. Maar het zou gewoon het beste zijn als we gewoon ergens onder kunnen liggen. Ik zeg heel eerlijk, Tobias, ik vind het wel mooi hier. Het is echt heel mooi. Ik denk oprecht dat ik nog nooit op zo'n mooie plek ben geweest als dit. Nee, ik ook niet. Besef dat je hier ook gewoon zoveel hebt te zien. En in Nederland heb je gewoon weilanden. Ik denk dat het eerste is wat we moeten doen, gewoon hout gaan verzamelen. Laten we dat maar even gaan doen. We moeten ook zachte ondergrond hebben. Ik denk dat we daar eventueel gewoon bladeren voor kunnen pakken. Gelukkig heb ik dus een bijl meegenomen. Ja, deze boom is hier al half afgebroken, dus deze kan ik prima pakken. Dit is dus een grot en ik ga een aantal mooie boompjes omhakken en die schuin tegen de grond aanzetten met natuurlijk de bladeren eraan. Op deze manier zorgen we ervoor dat we vannacht hopelijk droog liggen voor wanneer het wel gaat regenen. Sam zegt dus nu dat hij een verrassing voor ons heeft, maar ik mag dus niet kijken, dus ik doe mijn ogen dicht. Jullie zijn heel goed aan het surviven en ik heb ook even een zoektocht voor jullie gedaan. Ik heb een extra tak voor jullie meegenomen, zodat jullie nog sneller kunnen bouwen. Dus alsjeblieft. Hier hebben we dus echt helemaal niks aan. Maar laten we gewoon verder gaan, want terwijl Dani hier zit te niksen, ben ik gewoon bezig met het bouwen van de hut. Zo, ik ga dus nu al die stenen weghalen, zodat we niet op stenen moeten gaan slapen, want daar heb ik echt geen zin in. Nou, dames en heren, de hut is klaar. Wat vind jij van de hut? Ja, ik vind hem sexy. Ik hoop dat het droog gaat liggen hierin. Ik denk het wel.
vast wel. Kijk hoeveel bladeren we daarboven hebben. Ik had oprecht niet verwacht dat dit zo zwaar zou zijn. Ik heb de hele dag nog niks gegeten en gedronken, want er is hier gewoon niks. We hebben net alleen één meertje gezien, maar die was helemaal uitgedroogd vanwege de hitte. Dus daar hebben we ook niks aan. Ik weet oprecht niet hoe lang ik dit nog ga volhouden. We gaan straks in ieder geval proberen te slapen in de hut die we net hebben gebouwd. En hopen dat we droog gaan zitten wanneer het gaat regenen. We zitten oprecht ook de hele dag vol in de zon. En de vorige keer konden we ook gewoon nog veel voorbereiden. We hadden eten mee, we hadden een waterfilter mee. En nu hebben we niet eens water hier in de buurt zitten. En zo ik hier zat te lijden en het liefste naar de supermarkt zou gaan, had ik geen keus. Aangezien mijn doel was om uit mijn comfortzone te stappen en dus toch moest doorbijten. En terwijl ik nog steeds honger had, moest ik echt op zoek naar eten en kwam ik deze krekel tegen. Oh, dit moet ik dus gaan eten. Ah, gadverdamme. Oh, hij leeft ook nog. Ah, ik voel me echt niet fijn bij. Oké. Ik heb dus gewoon een krekel en die moet ik gaan eten, maar ik word oprecht heel misselijk van dit idee. Gadverdamme. Oh. Oh, dit is echt kapot, smeer. Oh. Zo, ik krijg gewoon tranen in mijn ogen hiervan. What the fuck? Nee, dit was geen succes. Holy shit. Alright mensen, het is 21:30 s'avonds en het begint al donker te worden. Dus we gaan nu een vuurtje maken, maar we moeten eerst hout hebben. Dus we gaan nu op zoek naar hout. Aangezien we de nacht lekker warm willen doorbrengen, moesten we een vuur gaan maken. Maar daarvoor moest er eerst hout worden gesprokkeld. Alright, ik breek nu dus gewoon af en dan neem ik het straks gewoon in kleine stukjes mee. Ik ben de crib nog even aan het verbeteren. Kijk dan hoe mooi. Dan kunnen we lekker zacht liggen. Oh, ik heb allemaal stenen in mijn rug, jongen. Dit is echt niet te overleven. Ga alsjeblieft even liggen, Tobias. Dit is echt niet te doen. Ah, kom even liggen. Oh, zo. Oh. Ah. Hoe gaan we hier ooit met z'n drieën slapen? Ja, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk. Ik denk niet dat we veel gaan slapen. Ik denk dat ik niet ga slapen trouwens. Dus mensen, we gaan dus nu proberen een vuur te maken. Gelukkig hebben we een bolletje sisseltouw meegenomen. En dat kunnen we uitpluizen. Dan hebben we gewoon een goede start van het vuur. Je hebt het wel goed hierin. Alright, ik heb dus nu een beetje uit elkaar gehaald. En nu kunnen we dus wat houtjes eromheen gaan zetten. Gelukkig heb ik dus een vuursteen meegenomen waarmee ik dit vuur kan gaan aansteken. Dus dat ga ik nu doen. Yes mensen, we hebben gewoon vuur gemaakt. Oh, eindelijk. Oh, ik heb dit wel echt even nodig. Het is echt zoveel te koud. We gaan dus zo lekker slapen en hopen dat de warmte gewoon een beetje naar binnen trekt, zodat we straks lekker warm kunnen liggen. Dat zou echt top zijn. Zo, we liggen nu dus in de hut en we gaan dus nu lekker slapen. Oh, ik ben moe van vandaag. Ik heb ook echt zin om te gaan slapen nu. Ik ben zo moe. Alleen dit ligt echt voor geen ene meter. Ik heb vooral zin in lekker iets te eten. In een lekker biefstukje of zo. Oh, daar heb ik zoveel zin in. Ik heb vooral ook heel veel zin in drinken, water, want we hebben gewoon 24 uur lang niks gedronken, omdat er niks is. Weet je waar ik zin in heb? Ik heb zin in cola, maar dat hebben ze hier ook niet meer. We liggen hier trouwens ook echt oprecht op allemaal stenen en zo. Ja, ik heb hier echt geen zin in, maar ik heb wel echt slaap nodig. In ieder geval, we gaan dus nu lekker slapen. Slaap lekker, yes. Jongens. Slaap lekker. Toen we allemaal eenmaal sliepen, vlogen de uren gelukkig snel voorbij en was het zo weer ochtend. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We zijn hier lekker wakker geworden. Hoe hebben jullie geslapen? Kut. Niet fijn. Ik heb ook echt zoveel honger. Mijn hele maag zit de hele nacht al te knorren gewoon. Lijkt wel een varken. En die bij jou ook trouwens. Ja, klopt. Ja, ik heb echt heel veel honger. En toen we eenmaal uit onze slaapzak kwamen, waren de 24 uur alweer voorbij. Heel erg bedankt voor het kijken en vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram.